Ik ben Steven van de Put, getrouwd met Saskia, vader van Kaat en Kobe. Ik ben burgemeester van Hasselt en ik ben sinds 18 juni ook Vlaams parlementslid. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Wel, dat is niet de eerste keer dat ik deelnam aan verkiezingen natuurlijk. Ik ben de eerste keer opvolger geweest in 2009 bij de Vlaamse verkiezingen. In 2010 verkozen in de Kamer. Een stukje politieke carrière gemaakt en op een bepaald moment komt de vraag wat is nu de beste volgende stap? En dat was het Vlaams parlement. Dus ik ben lijsttrekker geweest voor het Vlaams parlement. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Wel, er zijn altijd drukke avonden. Voor een stukje valt de stress van je af, want die campagne is toch wel slopend. Dus de avond zelf is eigenlijk deels hier in Brussel doorgegaan, deels thuis tussen de militanten. Hier vooral afwachten, resultaten afwachten. Uiteindelijk een gezamenlijke communicatie voorbereiden. Samenkomen met de militanten in Brussel. En daarna vertrokken richting Hasselt. En daar hebben we met onze mensen die daar aan het wachten waren nog een feestje gevierd. Bent u tevreden met het resultaat? Wel, ik denk, we hebben in Limburg, zijn we er eigenlijk serieus op achteruit gegaan. Dat is heel jammer. Dat is ook niet hetgeen wat wij aanvoelden tijdens de campagne. Maar goed, aan de andere kant hebben we geluk dat de twee lijsttrekkers, zowel Vlaams als federaal, in Limburg een goede persoonlijke score gehaald hebben. Dat ze eigenlijk elk in hun categorie dan de stemmenkampioen waren. Dus in dat kader, mijn persoonlijk resultaat, ja goed. Maar ik had voor de partij graag meer gezien. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Wel, ik heb begrepen van mijn collega's Vlaams parlementsleden dat het hier nogal beter georganiseerd aan toe gaat dan in de Kamer. Dus in dat kader verwacht ik eigenlijk een meer zakelijk parlement. Een parlement dat meer gericht is op resultaat eerder dan de grote ideologische debatten. Daarnaast is het natuurlijk zo dat ik vandaag burgemeester ben van Hasselt en dat in dat kader het goed is dat ik hier ben, want het netwerk, ook voor gemeenten, zit eigenlijk hier in dit parlement. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Wel, ik denk dat dat binnen de partij heel duidelijk is. Ik heb me in oktober 2018 gepresenteerd als kandidaat burgemeester voor Hasselt. En als u nu één zaak toch wel moet doen, volgens mij in de politiek, is af en toe uw woord houden. En ik heb dus gezegd dat ik burgemeester van Hasselt zou worden. Ik ga dat blijven. Wat is de impact op uw sociale en familiale leven? Voor de impact. Vraag is hoe ver zit het met het sociale en familiale leven vandaag? Ik denk dat ik altijd een goede balans heb kunnen behouden als parlementslid, als minister. Vandaag als burgemeester parlementslid. Uiteindelijk combineerde ik voor de verkiezingen van mij ook een parlementair mandaat met het burgemeesterschap. Het is een kwestie van keuzes maken, ook in het familiale leven. Ik kies ervoor misschien niet om heel veel thuis te zijn, maar als ik thuis ben, ben ik wel bewust thuis en ben ik deel uit van het gezin. Een grote verandering nu ten overstaan van bijvoorbeeld het ministerschap is wel dat we 's morgens thuis samen kunnen ontbijten. Dat was vroeger niet het geval. En dat is wel één zeker moment dat we samen hebben op een dag. Maar daarnaast maken wij goede afspraken en wanneer ik er ben, ben ik ook ter beschikking van het gezin. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Wel, de kiezer mag mij afrekenen op wat hij nodig of nuttig acht. Feit is dat ik in het verleden altijd al geprobeerd heb van die dossiers die ik vastpak, ook goed vast te pakken, daar een goede positie in te nemen. En daar het zij van in de meerderheid, het zij van in de oppositie, een goed verhaal rondop te bouwen en mee te werken aan uiteindelijk goed of beter resultaat in die mogelijk. En in dat kader hangt het natuurlijk nog een beetje vanaf welke dossiers ik specifiek zal gaan volgen hier in het Vlaams parlement. Maar ze mogen mij altijd op de kwaliteit van mijn werk afrekenen.